Welkom bij Studenten Stemwijzer. Vandaag interviewen wij Jan de Haan, de partijleider van 50PLUS. We gaan het vooral hebben over onderwerpen die voornamelijk studenten aangaan en hopen jullie zo een handje te helpen in het maken van jullie stemkeuze voor 17 maart. Welkom. Dankjewel. We gaan beginnen met iets wat wij het vuurpeloton noemen. En dat is eigenlijk een aantal dilemma's. En dan mag u er dan eentje uit kiezen. Oh jee. Gewoon om een leuke introductie van u ook te hebben. Nou, kom maar op. Dus liever Netflix of de publieke omroep? Netflix. Een studentenhuis of een bejaardenhuis? Studentenhuis. Om 5 uur eten of om 5 uur het eerste wijntje? Dat laatste. De studie terug of de AOW-leeftijd omlaag? Wat zei je nou? De studie terug of de AOW-leeftijd omlaag? De studiefinanciering, ja. Bedoel je, de basisbeurs? Ja. Ja. Gratis weerbaarheidstrainingen voor ouderen of een gratis tablet voor ouderen? Gratis weerbaarheidstraining. Maximaal lenen of een bijbaantje bij de supermarkt? Maximaal lenen. En als laatste bij een studentenvereniging of bij een jongerenpartij? Ik denk toch bij een studentenvereniging. Ja, heeft u zelf ook bij een studentenvereniging gezeten? Nee, dat niet, nee. Jammer genoeg niet. En wel een beetje kunnen genieten? Heel erg kunnen genieten. Misschien zelfs wel een klein beetje te veel. Ja. Nou, dat is goed om te horen. U bent straks nieuw in de Tweede Kamer. Daarom, ja, vroegen we ons af, als het allemaal weer mag en je mag weer de terrasjes op, met welke andere partijleider pakt u zo snel mogelijk het terrasje? Nou, dat is echt een hele moeilijke vraag. En die is mij al eerder gesteld, want ik vind ze eigenlijk allemaal heel erg leuk. Maar ik denk dan toch dat ik een wijntje ga drinken met Mark Rutte. Mark Rutte? Ja. Wij dachten zelf aan de drie L'en, dus de andere Lianne Ploemen. Lilianne Marijnissen? Ja, ook heel gezellig, dus dat doe ik dan daarna. Maar ik vind Mark Rutte denk ik toch wel het gezelligst. En die heeft ontzettend veel humor, dus ik ga met Mark Rutte eerst een baantje drinken. Ja, gezellig. Nou, nu we een beetje beter hebben leren kennen, willen we eigenlijk een vraag stellen die denk ik bij heel veel van onze kijkers speelt. En dat is, wat doet de 50PLUS bij een platform wat vooral studenten en jongeren moet informeren over hun stemkeuze? Ja, dat is heel grappig. Dat vragen natuurlijk heel veel jongeren aan mij. En we hebben nu, er is nu net een stemwijzer gelanceerd van het Algemeen Dagblad. En daar blijkt dus dat er heel veel jongeren inderdaad al op 50PLUS uitkomen. Want we doen eigenlijk best wel heel veel voor jongeren. We willen namelijk de basisbeurs terug. We willen ook heel erg zorgen voor het klimaat, zodat jongeren natuurlijk straks ook nog steeds een mooi Nederland hebben. We willen zorgen voor goede ouderenhuisvesting, wat de doorstroom weer op gang brengt op de woningmarkt, zodat ook starters weer een huis kunnen vinden. Het minimum jeugdloon moet omhoog. We willen heel erg zorgen ook voor jonge gezinnen, dat de kinderopvang zeg maar gratis wordt. Dus er zit heel veel toch wel in wat voor jongeren ook interessant is. Want 50PLUS is natuurlijk niet alleen maar voor de huidige generatie 50PLUS'ers, maar ook voor jullie, voor de toekomstige generatie. Maar ja, dan toch de naam 50PLUS. Ik denk dat dat bij heel veel studenten en bij jongeren toch een beetje afleidt van jullie echte partijplan. In hoeverre vindt u het een juiste aanname dat sommige jongeren denken dat misschien de 50PLUS niet echt staat voor hun belangen? Ik kan me heel goed voorstellen dat jongeren dat denken. En in eerste instantie is 50PLUS natuurlijk ook opgericht omdat er bijna geen aandacht was voor ouderen in de politiek. Het is niet zo'n sexy onderwerp om te praten over een pensioen of ouderenhuisvesting of de gezondheidszorg voor op latere leeftijd. Maar natuurlijk wel heel belangrijk. In 2005 was er een themacommissie ouderenbeleid. Die hebben een rapport uitgebracht met 22 aanbevelingen. Daarvan is er nog niet één 15 jaar later uitgevoerd. Maar je ziet wel dat als je geboren wordt, vanaf die dag word je ouder. En vanaf dat moment ga je ook tegen allerlei zaken aanlopen. Ook al tegen gezondheidszorgzaken. Kijk maar even hoe moeilijk studenten het nu hebben op dit moment en gebruik moeten maken bijvoorbeeld van de geestelijke gezondheidszorg, waar die eigenlijk niet beschikbaar is, omdat er een enorme druk op staat. Je loopt aan tegen het feit dat je geen woning kunt vinden, want starterswoningen zijn er niet. Nou, hoe ouder je wordt, hoe meer je tegen dat soort dingen aanloopt. Dus vandaar dat 50PLUS is opgericht, maar nooit met de bedoeling om dat alleen maar voor ouderen te doen. Ook met de bedoeling om dat voor onze kinderen en kleinkinderen te doen. En dan praten we over de representativiteit van 50PLUS. Ja. En dan kijk je over een 50PLUS jongerenpartij, klinkt heel erg paradoxaal. Zo paradoxaal zelfs dat Rambam in 2013 of 2014 voor een grap probeerde op te richten bij 50PLUS. Dat is natuurlijk een tijd geleden, een nieuwe koers van de partij. Ja. Vindt u dat er plaats is voor een 50PLUS jongerenpartij? Zeker. En ik heb van de week het eerste debat gehad met Hanneke Schuurman. Dat is ons jongste lid. Die is 23 en die wil jong 50PLUS oprichten. Dat kan natuurlijk eigenlijk al wel als ze dat zou willen. Maar dat wil ze graag fysiek doen. Dus dan moeten we even wachten tot de coronatijd voorbij is. Maar ik denk juist dat het heel belangrijk is om vanuit verschillende invalshoeken naar politieke uitdagingen te kijken. Dus ik wil ze daar graag bij betrekken. Heeft u al gedachten voor namen?
20 nee, min? Nee. En ik vind ook dat ze dat zelf moeten bedenken. Daar zijn ze denk ik creatief genoeg voor om daar een mooie naam voor te verzinnen. Ja. Ja. Dan gaan we het even. We gaan het over drie crisissen hebben, dit gesprek. We beginnen met de coronacrisis, wat voor veel mensen momenteel heel erg speelt. Ouderen zijn de afgelopen maanden centraal geweest in de COVID-crisis. De jongeren hebben heel sociaal zijn in lockdown gegaan. Maar deze lockdown geeft ook een hele sociale tol op jongeren. Ja. Wat heeft 50PLUS de afgelopen maanden gedaan voor deze jongeren? Ja, wij vinden het als 50PLUS zien we natuurlijk ook heel goed dat de jongeren hier ook ongelooflijk veel last van hebben. Want ik heb zelf kinderen. Die zitten nu ook al vanaf maart thuis. En je ziet heel erg dat ze daar last van hebben. Je hebt geen sociale interactie meer met je vrienden. Je kunt geen gezellige dingen meer doen. Dus net zoals ouderen in een sociaal isolement raken, zie ik dat bij jongeren ook. En ik denk dat het heel erg belangrijk is om daar aandacht voor te hebben. Dat gebeurt ook vanuit de politiek. Dus er wordt ook steeds meer vanuit de Tweede Kamer gezegd dat we daar extra aandacht voor moeten hebben. Dat er ook ingezet moet worden op de GGZ, hè, waar nu een enorme druk op zit. Iets van 80% van de jongeren kampt met psychische problemen. Maar heeft geen plek om naartoe te gaan. Daarbij is het natuurlijk niet alleen maar emotioneel lastig. Maar je ziet ook, mensen hebben geen bijbaantje meer. Hoe betaal je dan vervolgens je huisvesting? Dus het levert allerlei problemen op. Waarvan ik vind dat daar ook gewoon extra ondersteuning zou moeten komen. Ook voor de jongeren. Dus niet alleen voor de ouderen, maar ook voor de jongeren. Want we hebben het allemaal lastig in deze tijd. Maar toch deelden jullie recent een poll op Twitter. Waaruit bleek dat 71% van jullie achterban zich onveilig voelt op straat. Als gevolg van de recente protesten en rellen. En dit was een reden voor 50PLUS om eigenlijk te roepen voor meer agenten op straat. En uit deze poll kwam ook dat zelfs 92% van uw achterban denkt dat deze rellen voornamelijk veroorzaakt worden door relzoekende jeugd. En wij vroegen ons dus af, als de situatie dermate slecht is, dat jongeren en studenten de straat op gaan en gaan protesteren en rellen, is het dan misschien niet logischer om meer aandacht te geven aan de achterliggende redenen in plaats van juist een harder optreden? Ja, ik denk en. Ik denk dat je eigenlijk het eerst aan de voorkant moet gaan zitten. Dus dat je mensen moet begeleiden, dat je voldoende ondersteuning moet geven, dat je voorlichting moet geven en dat je wellicht ook allerlei mogelijkheden moet aanbieden, want dat kan overigens online wel, om ook jongeren zeg maar te ondersteunen en te helpen en online ook activiteiten te organiseren. Ik weet dat dat gebeurt, maar dat bijvoorbeeld ook veel te weinig bekend is. En ik vind dat en wat daar voor een ondersteuning zou dat dan? Nou, je ziet bijvoorbeeld dat er online ingebeld kan worden op het moment, hè, bij instanties dat je het als jongeren als jeugd moeilijk hebt. Er zijn online activiteiten die worden georganiseerd door bijvoorbeeld buurtwerkers in de steden, zodat jongeren ook wat afleiding hebben en met elkaar in contact komen. Want dat is denk ik toch wel heel belangrijk. Daar is veel te weinig bekendheid voor. Dus ik denk dat je aan die voorkant heel veel moet doen. Altijd liever eerst preventie. Maar dan vervolgens, ja, je weet dat op het moment dat je, demonstreren is een recht, maar je weet ook dat op het moment dat je dingen doet als glazen ingooien, supermarkten plunderen, auto's in de brand steken, dat daar straf op staat. En dan moeten er ook voldoende agenten zijn om die veiligheid en die orde te kunnen handhaven. Nou, er is flink bezuinigd op de politie natuurlijk de afgelopen kabinetten. Daar zien we nu wel gewoon de repercussies van. Dus ik denk dat het en zou moeten zijn. Ja, zeker. En ik denk eigenlijk ook dat misschien een oorzaak van die rellen is dat er vooral een heel groot gebrek aan perspectief is onder de jeugd. Dus mensen weten niet meer wanneer ze eindelijk elkaar weer zouden kunnen zien. Nee. En daar is nog heel veel onduidelijkheid over. En iets wat wij veel om ons heen horen is een alternatief zoals leeftijdsgrenzen op coronamaatregelen. Dus een voorbeeld hiervan zou een maximum leeftijd op barren en clubs. Wat vindt u van dit soort ideeën? Nou ja, ik ben heel erg voor een inclusieve samenleving. Dus net zo goed als dat ik snap dat jongeren zeg maar graag weer perspectief willen, geldt dat voor iedereen. Dat geldt voor mij. Maar dat geldt ook voor mijn moeder die 77 is en ook al vanaf maart elke dag thuis zit. Dus ik denk dat we moeten kijken hoe we dat met elkaar willen en kunnen doen. Als ik naar mijn kinderen kijk, die willen dat helemaal niet gesegmenteerd hebben. Die zouden dat het liefst geïntegreerd hebben. En net zo goed als bijvoorbeeld in de zwembaden een tijdslot moest afspreken voor de volledige lockdown.
waarin je kon gaan zwemmen. Dat was ook leeftijdsonafhankelijk. Zou je daar nou ook naar moeten kijken? Zo'n tijdslot is op zich niet verkeerd. Maar ik kan me wel heel goed voorstellen dat je niet alleen maar met een hele groep jongeren naar een restaurant wil of wil gaan zwemmen. Maar dat het ook fijn is om met je oma of je moeder dat een lunchje te kunnen gaan pakken bijvoorbeeld. Dus ik ben er wel heel erg voor om dat geïntegreerd te doen. Omdat jongeren nou eenmaal in het dagelijkse leven altijd met elkaar optrekt. Ja, en het lastige is wel dat als je dat geïntegreerd wilt doen, dan komen we nu met het probleem van vaccinatie. Dus dat we straks eigenlijk losse groepen mensen hebben die wel zijn gevaccineerd en niet. En wij zijn daar dan, nou ja, jammer genoeg, maar ook logischerwijze misschien de laatste aan de achterkant. Groep in. Ja, ja. Wat wil heel veel horen vanuit studenten, heel veel geluid, is waarom zouden studenten en jongeren en dan specifiek de jongeren die niet tot risicogroepen behoren, niet gewoon op eigen risico naar buiten mogen als de risicogroepen wel zijn gevaccineerd? Wat vindt u van dat soort ideeën? Dat is een hele lastige discussie. En ik snap wel dat je de vraag stelt. Maar dezelfde vraag is natuurlijk ook geweest met betrekking tot bezoek en verpleeghuizen. Dat familie zeiden van ja, maar ik wil toch op bezoek. Want mijn moeder heeft ook aangegeven, die is al over de 90, als ik ziek word en ik ga dood, maar ja. Prima, maar ik wil wel bezoek hebben. Het lastige is een beetje, ook in het geval van de jongeren, dat je nooit de beslissing alleen voor jezelf kunt maken. Maar die maak je ook voor alle anderen. Want ook jullie komen in contact met je opa en oma of met je vader of je moeder. En je kunt toch mensen besmetten. Dus het is altijd een lastige afweging. En hierin geldt echt maar gewoon één belang. En dat is het belang van de volksgezondheid voor iedereen. Dus dat we rekening moeten houden met elkaar. Ja, maar het lastige daarin wel is, denk ik, dat jongeren heel erg het gevoel hebben dat zij heel erg hebben moeten inleveren. En dan, als we vooral naar studenten kijken, studenten hebben het nou eenmaal niet echt makkelijk. Nee. Ik bedoel, kleine kamers, al het onderwijs is online. Dus nee. Eigenlijk je volledige sociale leven, waar je juist heel erg aan gewend bent, valt helemaal weg. Dus ik denk dat dit soort leeftijdsgebonden maatregelen of bijvoorbeeld het idee van, nou, als straks de risicogroepen wel zijn gevaccineerd, dan kunnen wij ook wel weer naar buiten. Dat zijn wel een soort hulpkreten bijna, als het ware. En in hoeverre denkt u dat jongeren nog langer kunnen volhouden zo'n lockdown? Ik denk heel eerlijk gezegd dat eigenlijk niemand het echt meer kan volhouden. Want we hebben ook veel mensen bezocht. Ik spreek trouwens ook veel jongeren en ik zie dat iedereen het moeilijk heeft. We waren nog niet zo heel lang geleden voor de lockdown bij een mevrouw die wat ouder was. Die helemaal alleen is, man overleden, geen kinderen, geen familie meer. En altijd alleen zit. En het enige wat zij nog had zijn een paar sociale activiteiten van het dienstencentrum in de buurt. En die had ze ook al bijna een jaar niet meer gehad. En die gaat dan af en toe even op het balkon staan om te kijken of er iemand er langs komt met de hond om dan gedag te zeggen. Dat zijn zulke verdrietige dingen. Die kan ook niet op Facebook, geen idee hoe dat werkt. Compleet geïsoleerd. Ik word daar heel verdrietig van. Maar ik word er ook heel verdrietig van als ik naar mijn eigen kinderen kijk, die natuurlijk gewoon opgesloten zitten op hun kamer. Daar online onderwijs krijgen. Waarbij iedereen zijn camera uit heeft staan en mensen elkaar niet zien. Waarbij praktijkopdrachten niet kunnen, waardoor ze achterlopen op school. Ze kunnen niet naar de sportschool. Het is gewoon echt heel erg lastig. En ik denk, ik bedoel, net zo goed als dat ik ook probeer in mijn gezin om er iets van te maken. En ook de mensen die alleen zijn in de buurt te helpen met een kaartje door de bus te doen. Of eens even een bloemetje te brengen of even aan de deur te praten. Denk ik dat we voor elkaar moeten zorgen, dat we het met elkaar moeten doen. En er kan gelukkig nog wel heel veel. De eerste lockdown was het mooi weer. Ja. En dat komt er nu gelukkig weer aan. En je kunt buiten gelukkig straks weer een heleboel toch gaan doen. Niet in grote getalen, alhoewel laten we hopen dat de besmettingen naar beneden gaan en dat de vaccins rap omhoog gaan. Hè? Want ja, dat vaccineren loopt natuurlijk ook nog niet helemaal zoals het zou moeten. En dat we dan toch snel met z'n allen gewoon weer elkaar op kunnen zoeken. Dat biedt perspectief. We hebben het over de COVID-crisis gehad. Nu willen we even praten over de economische crisis. Ja. In uw partijprogramma staat in vier woorden heel mooi: terugkeer van de basisbeurs. Ja. Jippie, daar word ik vrolijk van. Maar als u aan de coalitietafel zit, u bent 50 plus, lijkt me niet uw grootste prioriteit. Wordt de basisbeurs dan een must voor uw deelname? Ja, voor mij zeker wel. En ik denk dat het eigenlijk helemaal niet zo moeilijk wordt in de onderhandelingen, want we hebben natuurlijk alle andere partijprogramma's ook gescand en zo'n beetje iedereen wil wel die basisbeurs weer terug. Dus ik ga er een beetje van uit dat als wij aan de coalitietafel komen, dat niet een heel groot probleem gaat worden. Maar anders ga ik er zeker echt gewoon heel hard voor strijden dat die er wel komt. Ja. Nou, daar word ik vrolijk van. Ik vind echt dat onderwijs, ik ben ook toezichthouder van een heel groot mbo-college. Ik vind echt dat onderwijs voor iedereen toegankelijk moet zijn.
Ja. En dan praten over, we hadden de basisbeurs een paar jaar geleden, en dan een paar jaar het leenstelsel waar wij onder vallen. En dan weer de basisbeurs terug. Ja. Heeft u al plannen voor om die tussengroep zo'n beetje, een beetje te compenseren? Daar zijn we nu naar aan het kijken, inderdaad. Hè? Want zoals elke partij laten wij ook ons programma doorrekenen. En zijn we aan het kijken wat we daarin kunnen doen. Omdat het is natuurlijk niet eerlijk om die tussengroep zeg maar op te zadelen met een schuld. Terwijl de groep ervoor en de groep daarna het daar dan financieel weer een stukje makkelijker mee heeft. Dus daar zijn we naar aan het kijken. Heeft u al een tipje van de sluier? Nee, mag ik ook nog niet doen. Nee. De doorrekeningen komen 1 maart en voor die tijd... Van het Centraal Planbureau? Ja. Nou, die hebben wij gelukkig ook als interview later in maart. Dus goed dan, zo, kun je het helemaal vragen. Komen we daarop terug. Ja, helemaal goed, ja. En een ander probleem in de economische crisis, vooral voor jongeren, is de arbeidsmarkt. Ja. Waar enorme krapte op is. En als we dan misschien uiteindelijk een contract machtigen, dan is dat een flexcontract. Wat voor zekerheidsoplossingen biedt 50PLUS voor starters en jongeren en studenten op het gebied van arbeidsmarkt? Ja, het grappige is een beetje dat de jongeren die ik spreek, die zitten op zich niet heel erg te wachten op een vast contract. Maar zij zeggen wat wij wel belangrijk vinden is dat je met ook bijvoorbeeld een flexcontract of een tijdelijk contract wel dingen kunt doen. En daar zit een beetje het probleem. Je hebt vast een vast contract nodig, bijvoorbeeld om een huisje te kopen of om bepaalde dingen te kunnen doen. Terwijl je bijvoorbeeld misschien wel als je jong bent wil gaan zzp'en of als interimmer aan de slag wil. En ja, dat zie je ook natuurlijk voor de wat oudere mensen die op interimbasis of zzp'en hebben hetzelfde probleem. Je zou eigenlijk die randvoorwaarden om dit soort dingen te kunnen doen op een andere manier moeten inzetten. Als je bijvoorbeeld kijkt naar mensen die in de zorg werken, daar zijn grotendeels, bijvoorbeeld verpleegkundigen en de verzorgenden, dat zijn grotendeels mensen die willen tijdelijke contracten. Ja. En die willen ambulant en zzp. Maar die willen wel dus dat die voorwaarden om dingen te kunnen doen veranderen. En ik denk dat we daar misschien ook naar moeten kijken. Maar heeft u daar ook concrete plannen over dan? Nou, de banken zouden daar misschien toch op een andere manier eisen aan kunnen stellen. Dat je bijvoorbeeld zegt, je moet een bepaalde hoeveelheid omzet hebben of laten zien dat je voor een bepaalde periode opdrachten hebt. Nou, je kunt allerlei kanten uitdenken, waardoor je zeg maar het punt van die vaste contracten, dat minder zwaar weegt. Alhoewel het natuurlijk wel altijd prettig is, als je dat wil, dat je de mogelijkheid hebt om een vast contract te krijgen. Ja. Oké. We gaan even naar de toekomst kijken. Over een paar jaar, hopelijk, is het tijd om een huis te kopen. Ja. Nou, dan moet ik een rekensommetje maken. Een torenhoge studieschuld. Oeps. Een onzekere arbeidsmarkt. Plus een krappe huizenmarkt. Ja. Dat komt uit op Tim die waarschijnlijk geen koophuis kan kopen. Wat voor plannen heeft 50PLUS daarvoor? Nou ja, als die huizen er al zijn. Hè? Want dat is natuurlijk de eerste vraag. Er zijn nu op dit moment 420.000 woningen tekort. Waarvan een heel groot deel voor starters en waarvan een heel groot deel voor ouderen. En die hele woningmarkt die zit compleet op slot. Dus daar moeten we het eerst heel hard aan werken. Dat er echt gebouwd wordt en gerevitaliseerd wordt. Zodat er woningen voldoende beschikbaar zijn. Ook voor jullie. En dus ook voor mijn kinderen. Want anders blijven die ook eeuwig in huis wonen natuurlijk. Alhoewel ik dat wel heel gezellig zou vinden. maar dat is natuurlijk één. En ten tweede is het natuurlijk heel lastig. We zullen echt economisch moeten zien dat we die arbeidsmarkt gewoon weer op gang krijgen. Sommige sectoren, daar is natuurlijk heel erg behoefte aan. Dus daar, als je bijvoorbeeld je wil in de zorg werken, dan kun je zo aan de slag. Dan krijg je ook direct een vaste baan aangeboden. Maar er zijn natuurlijk andere sectoren waar het heel lastig wordt. En ik denk inderdaad dat economische steunmaatregelen zijn heel fijn, zeg maar, om bedrijven overeind te houden. Maar we zullen ook heel erg moeten gaan kijken hoe de arbeidsmarkt gewoon weer op gang kunnen krijgen. Wat heeft 50PLUS de afgelopen jaren gedaan om deze huizenmarkt te verbeteren? 50PLUS heeft afgelopen jaren heel erg hard gelobbyd om zeg maar in ieder geval meer gebouw te gaan krijgen. Om de verhuurdersheffing eraf te krijgen. Dat is een heffing die woningbouwcorporaties moeten betalen aan de overheid. En dat is 4 maanden huur per huis moeten zij betalen aan de Rijksoverheid. En zij zeggen zelf ook, ja, als wij dat geld kunnen gebruiken, met een enorme hoeveelheid geld, dan zouden we veel beter kunnen investeren in of starterswoningen of bijvoorbeeld alternatieve kleinschalige woonvormen voor ouderen, zodat die kunnen doorstromen, zodat starters weer kunnen doorstromen naar een gezinswoning en jongeren zoals jullie die een huis zoeken weer kunnen doorstromen naar een starterswoning. Dus daar hebben we heel erg voor gelobbyd. En heel fijn is dat de afgelopen periode er ook moties aangenomen zijn waarbij dit nu in gang gezet gaat worden. En er flink veel geld, als ik het uit mijn hoofd zeg, 420 miljoen beschikbaar komt om dit op gang te helpen. Dus dat is heel belangrijk. Dat klinkt allemaal heel mooi, ook de verhuurdersheffing eraf. Maar er zijn ook weer inkomsten van de overheid. En de overheid heeft ook COVID-crisis 45 miljard uitgegeven. Ja. En als ik het partijprogramma
programma van 50PLUS leest, dan als het woord AOW ervoor staat, komt er iets achter. Dus de AOW gaat zelf omhoog, AOW 13e maand, AOW vakantiegeld, AOW leeftijd omlaag. Dit geld moet ergens vandaan komen. Ja. Het zou oneerlijk zijn als wij als jongeren dat allemaal zouden moeten gaan betalen. Vindt u niet? Zeker. En ons AOW-plan, zeg maar, dat loopt uiteindelijk budgetneutraal tegen elkaar weg. Omdat we vinden dat mensen keuzevrijheid moeten hebben. Er zijn namelijk heel veel mensen, dat kun je vast voorstellen, die bijvoorbeeld, het zijn vaak mensen die hoog opgeleid zijn, die zeggen ik wil veel langer doorwerken. Laatst stond er in de krant een meneer, die is rechter, die is 70. En die zei ja, ik wil helemaal niet stoppen, maar ik moet stoppen. Als in Amsterdam. Ja, en zo zijn er heel veel mensen die langer door willen werken. Maar er zijn ook heel veel mensen die kunnen dat niet. Nou, dan zie je dus in het plan van een flexibele AOW-leeftijd dat dat in het begin wat geld kost, maar wij noemen dat geen kostenpost, maar een investering. En uiteindelijk loopt dat budgetneutraal tegen elkaar weg als je die AOW-leeftijd zeg maar flexibel maakt. Dus wij willen zo min mogelijk dat de burger zeg maar onze oplossingen moet betalen. Maar je zult denk ik wel gaan zien dat de meeste partijen geen sluitende begroting gaan presenteren. Dat kan ook niet met corona. Dus we zullen moeten ook niet bang zijn om de staatsschuld een klein beetje op te laten lopen. Maar een klein beetje? Als al die AOW-plannen door worden gevoerd, dat lijkt me niet een klein beetje. Nou, bij ons loopt dat nogmaals, dan moet je dan straks maar aan de CPB-meneer vragen die komt, loopt dat budgetneutraal weg. Dus wij proberen heel zorgvuldig met het geld om te gaan. En ook als je bijvoorbeeld kijkt naar de gezondheidszorg, hè, waar nu een enorme druk op staat, waar je ziet dat de kosten natuurlijk de pan uitreizen, bovenal op een begroting van 88 miljard, een van de grootste begrotingen zeg maar, van de overheid. Daar zie je ook dat die kosten nu natuurlijk ook torenhoog gaan. Daar zie je ook overigens dat als je bijvoorbeeld eens met elkaar even de rust zou nemen om te kijken naar wat is nou zinnige zorg en wat is nou zorg op de juiste plek, dat je heel erg veel bijvoorbeeld kan besparen. Een heel mooi voorbeeld is valpreventie, woningaanpassingen. Daar kun je al 65 miljoen structureel aan zorgkosten besparen. Maar dus een flexibele AOW-leeftijd, dus mensen die langer willen werken, en dan valpreventie of op sommige plekken bezuinigen, daar bouwt u uw hele economische plan op dat alles alle gaten dicht? Nee, dat gaat niet alle gaten dicht. Maar waar komt dan wel het extra geld vandaan? Zoals ik je net al zei, wij hebben gekeken naar een stukje ontwikkelingssamenwerking waar we iets kunnen doen. We hebben gekeken naar een stukje Europa waar we iets kunnen doen. We hebben vooral gekeken naar hoe kun je efficiënter en zinniger omgaan met bepaalde oplossingen. Want dat is wel denk ik iets waar veel te weinig naar wordt gekeken. Nou, willen we eigenlijk door naar de derde golf en dat is de klimaatcrisis. Ja. Ook iets wat studenten en jongeren heel erg aangaat, ja. Want het gaat natuurlijk over onze toekomst. En eind vorig jaar kwam er echt een vernietigend rapport van de Raad van State. Nederland haalt de klimaatdoelen van 2020 en de komende jaren niet. En volgens de Raad van State moeten we dus onmiddellijk veel meer maatregelen gaan toepassen om een inhaalslag te maken. Voor welke extra maatregelen wil 50PLUS zich inzetten om voor ons een leefbare planeet te creëren? Ja. Nou ja, we hebben natuurlijk ons te houden aan een aantal klimaatregels waar we afspraken over hebben gemaakt, ook het klimaatakkoord. Ik denk wel dat het heel goed is om bijvoorbeeld te kijken naar hoe kun je anders investeren in energie. Er schijnt een nieuwe vorm, en dat weten jullie denk ik veel beter dan ik, van kernenergie te zijn zonder afval, thorium, wat heel veelbelovend is. Daar zou je een studie naar kunnen doen om te kijken of we daar iets mee kunnen doen. De veestapel toch wel inkorten, want dat geeft een enorme hoeveelheid stikstof en CO2-uitstoot. Nou, zo zijn er denk ik heel veel maatregelen die te nemen zijn. Maar ik vind eerlijk gezegd ook qua klimaat dat ook partijoverstijgend en zelfs binnen Europa gewoon afgesproken moet worden. Want we hebben nu bijvoorbeeld de mooie maatregel dat we niet meer dan 100 mogen rijden tussen bepaalde uren. Maar als je dat als heel klein landje doet en de rest van Europa doet dat niet, ja, dan vraag ik me af wat het effect daarvan is. Dus ik denk, je ziet binnen Europa heb je een heleboel regels met elkaar. En je hebt ook allerlei ondersteunende bevoegdheden. En ik denk dat ook daar optimalisatie heel belangrijk is. Want een hoop mensen zeggen van ja, wat heeft Europa nou voor zin? Ik denk dat als we alles wat we binnen Europa met elkaar mogen doen, ook goed doen. En één daarvan is klimaatdoelstellingen met elkaar bereiken. Dat we ook daar veel meer kunnen bereiken. Oké. Okay. Nou, we hebben het dus eigenlijk nu gehad over de drie grote crisissen. De economische, de corona en de klimaatcrisis. Mm. En dit zijn eigenlijk allemaal onderwerpen waarbij de spanningen tussen generaties heel erg hoog oplopen. Zo zagen we illegale coronafeestjes georganiseerd door studenten en jongeren. We zien heel veel angst onder onze generatie om voor vergrijzing te moeten gaan betalen later in ons leven.
En we zien eigenlijk een steeds op groter wordende oudere generatie die stemt tegen het klimaatbeleid wat onze aarde zou moeten redden. Dus die spanningen die lopen echt heel hoog op. En wij vroegen ons af of 50PLUS ook iets wil doen aan die generatiekloof een beetje overbruggen. Mm-hmm. Ja, juist. Ik weet nog dat toen ik gevraagd werd voor 50PLUS, voor de zomervakantie, heb ik eerst gezegd nee. Omdat ik vond heel erg dat 50PLUS op deelbelangen zat. Dus eigenlijk alleen maar voor de huidige generatie 50-plussers. En als ik ergens een hekel aan heb, dan is het aan deelbelang. Omdat ik vind dat je naar gedeelde belangen moet kijken. Ik ben een aantal jaar werkzaam geweest binnen de FNV. En daar behartigde ik de belangen voor ouderen. En had je ook FNV Jong. En iedereen dacht dat wij de meeste tegenstellingen hadden. Maar hadden we helemaal niet. Wij waren altijd met elkaar eens. Omdat ik heel goed kon uitleggen dat het voor de opa's en oma's en de vaders en moeders van Jong heel belangrijk was om iets te doen. Maar andersom ook. En dan bleek uiteindelijk dat er helemaal niet zoveel tegenstellingen waren. En dat kinderen willen dat het hun ouders en hun grootouders goed gaat. En andersom ook. En ik vind het echt mijn taak om die nieuwe koers, zeg maar, bij 50PLUS, namelijk we doen het met elkaar en voor elkaar, juist te laten zien dat je vanuit 50PLUS heb je zorg voor 50MIN. Dat heb je in het dagelijks leven. Dus dat moet je politiek ook hebben. En dat is wel heel iets wat ik uit wil, heel erg iets wat ik uit wil dragen. Dus wat mij betreft horen generaties bij elkaar. En dat moet politiek ook tot uiting komen. Het volgende onderwerp is buurman en buurman. We willen graag aan u vragen, welke partij denkt u dat het dichtst bij 50PLUS in de buurt staat? Oh jeetje. Dat is echt heel lastig, weet je dat? Omdat we hebben natuurlijk alle partijprogramma's even bekeken. En 50PLUS, kijk, D66 was vroeger natuurlijk echt de middenpartij. En dat is nu een beetje 50PLUS, hè? Sociaal een beetje links van het midden, economisch een beetje rechts van het midden. Welke één partij zou u, ik denk, toch met een vinger moet wijzen? Ik denk toch Partij van de Arbeid. Ja. En waarin verschilt u nu wezenlijk van, als ik twijfel tussen 50PLUS en Partij van de Arbeid, waarom zou ik dan toch voor 50PLUS moeten gaan? Nou, ik denk omdat 50PLUS een partij is die heel erg vanuit die zorg voor elkaar, zeg maar, gaat acteren. En ik denk ook omdat dat gedeelde belang heel erg belangrijk is bij ons. Je ziet toch bij de andere partijen, D66 zegt heel erg, wij zijn de onderwijspartij. Partij van de Arbeid is natuurlijk van oudsher wat meer voor de lager opgeleide. De VVD voor de ondernemers. En wij zijn er eigenlijk voor iedereen. Dat is ook 50 min. Ook zeker 50 min, ja. Nou, we hebben in het interview dus die drie grote thema's besproken, de drie crisissen. En we vroegen ons eigenlijk af, welke van deze drie thema's is het belangrijkste thema voor 50PLUS? Wat een gemene vraag hebben jullie zeg. Dat is wel echt lastig kiezen. Want kijk, economisch gezien, als je geen werk hebt bijvoorbeeld, dan voel je je ook niet prettig. Als je niet prettig voelt, dan beïnvloedt dat je gezondheid. Dus ik denk toch voor ons dat heel erg die sociale crisis echt wel heel erg belangrijk is. Ja. Dus eigenlijk een beetje de psychologische gevolgen van de coronacrisis. Ja. En dan daar de focus op. Dus wat je veel ziet is dat politici dat wat hard is, het eerste gaan oplossen. En dat is ook het makkelijkste op te lossen. Want daar gooi je geld tegenaan en je gaat een impuls geven in de arbeidsmarkt en in de economie. En dan denk je, het is klaar. Maar dan is het niet klaar. En het is ook wel een beetje lastig, omdat je als politicus heb je natuurlijk geen invloed achter de voordeur. Maar je moet wel, vind ik, zorgen dat de mogelijkheden er zijn en ook bekend zijn dat jongeren, maar ook ouderen die heel erg in een isolement komen of psychische problemen hebben opgelopen door die coronacrisis, dat die de weg weten te vinden. En ik vind wel echt dat wij als politici daar oog voor moeten hebben. Want als je je prettig voelt, dat weten jullie waarschijnlijk zelf ook, als je je fijn voelt, als je een fijn omgeving hebt, een fijn huis, maar vooral fijne contacten, dan voel je je ook gezonder. Dus en ik denk dat uiteindelijk ook weer bespaart. Maar dat is altijd een lastige. Ja. Ik had een interview met de huisartsenvereniging en die hadden het daar ook over. En toen zei ik, ja, maar jullie moeten ook kijken naar welbevinden en welzijn. Want ook dat bespaart geld. En het welbevinden en heeft een grote invloed op gezondheid van mensen. Dus ik vind dat wel echt heel belangrijk. Ja. Fijn om te horen. Ja. Ze hebben de belangrijke thema's gediscussieerd. En dan uiteindelijk komen we op 17 maart allemaal het stemhokje aan. Wat gaat u zelf stemmen? Nou ja, ik ga op mijn eigen partij stemmen. Maar op welke kandidaat van uw partij? Ik ga op mijn nummer 2 stemmen. Nummer 2. Ja. En als u 20 was geweest, had u dan ook op de nummer 2 gestemd?
Nu ik hem ken wel, ja, natuurlijk. Ja, ja, dan had ik ook al maar nummer 2 gestemd. Ja. Maar als u... Want toen bestond 50 plus nog niet, hè? Dus nu wil je weten op wie ik stemde toen ik 20 was. Dat ben ik nou heel benieuwd. Ja, ja, ik heb altijd op D66 gestemd. Ja. Oké, okay, nou dat is ook goed om te weten, ja, denk ik. Ja. En dan eigenlijk de laatste vraag is een beetje een hele leuke. Ik zie nu die vreselijke foto inderdaad. De studententijdfoto, ja. Ja, dat was ik al bang voor. Dat was hip toen, ja. Heel erg, ja. Ja. En die rare oorbellen, zie je dat? Van die grote knoppen waren toen ook in. Ja. Geeft ook weer een mooi beeld hoeveel er kan veranderen. De laatste vraag die wij hebben, en dat, we gaan namelijk ook een award uitgeven. Voor welke partij er het dichtst bij zat en welke er het allerverst vanaf zat. Mm. En dat is namelijk, hoeveel zetels denkt u dat 50PLUS gaat krijgen? Oh. Nou, ik heb elke keer gezegd tussen de 7 en de 10. En als dat niet lukt, dan eet ik mijn schoen op. Ik heb dus alvast een chocoladeschoen gekocht met Sinterklaas. Want ik dacht, ja, je weet het maar nooit. Maar ik denk, als ik reëel ben, dan denk ik dat ik ga voor 4 tot 5. Ja. Oké, okay. Nou, heel erg bedankt voor uw deelname aan Studentenstemwijzer. Graag gedaan, jullie bedankt. Ook voor uw tijd en... Een heel mooi gesprek. En ik denk dat ons publiek er ook heel veel aan heeft gehad. Ik vond het heel leuk. Dankjewel voor de uitnodiging. Ja.